Lisa, Insta. Welkom. Hoi, ik ben Lisa, 24 jaar oud. En we waren... hoe lang? Iets van 4 jaar. Ja, iets van 4 jaar samen. Nou ja, samen is een beetje raar, maar bevriend of zo. Nou, we waren wel iets meer dan vrienden, toch? Ja, dat vind ik dus heel lastig. Ja, ik ben zo bezig met alleen maar te benoemen wat het is en ook waarom ik het dan steeds afbreek. Want ja, ik heb het dus nu ook weer verbroken. En ja, ik dacht gewoon misschien, weet je, misschien komen we er wel weer uit als we met iemand praten. Want ja, ik kan misschien ook weer niet helemaal zonder instaan. Hey, heel even. Ik weet dat het allemaal echt super belangrijk is en zo. Maar Lisa, schat, ik wil toch even tegen jou zeggen, wat zie je er weer fantastisch uit vandaag. Thanks. Heb je Larissa al gezien? Oh my god, die meid is in Dubai. Dubai. Wilde jij niet ook naar Dubai? Ik zie echt alleen maar hele toffe dingen voorbij komen. In infinity pools en een kantoor ergens in een wolkenkrabber. Insta, focus. Even terug naar jullie. Ah, sorry. Ja, dat doet ze dus altijd. Ik zeg toch, sorry. Laten we hier even op inzoomen. Inzoomen? Yes. Lisa, je twijfelt duidelijk aan de voortzetting van deze relatie. Kan je me dan in ieder geval uitleggen waarom je Instagram toch steeds weer in je leven toelaat? Ja, ik weet het niet. Weet je, in de tijd dat ik het niet heb gezien was het zeker een stuk rustiger. En ik kan nu ook gewoon naar mezelf kijken in de spiegel en denken, weet je, ja, prima. Weet je, dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. Maar dan bekruipt me toch elke keer weer zo'n gevoel van isolatie. Ja, ik weet niet, er mist gewoon iets. Een soort van connectie of een verbinding met de rest van de wereld. Dat doe jij, hè? Jij kiest ervoor om Claudia's reis naar Bali te volgen. Of de Fit Girls die hun leggings aanprijzen. Celebs, met hun merken. Je vrienden, die bij de hele toffe dingen aan het doen zijn. Dat doe jij. Ik help alleen maar een beetje. Ik word hier gewoon heel onzeker van. Wat doe jij nou? Ja, ik trek het gewoon niet meer. Weet je, die constante stroom van succes en ik doe maar wat. Sst. Lisa, hoef je niet te zeggen. Niet iedereen hoeft dat te horen. Ik heb alleen maar een kat. Die is ook nog eens lelijk, dus die kan ik niet posten. En ik wil verhuizen, want de verf die valt van de muur. Maar ja, dat weet niemand, omdat ik niemand uitnodig. En daarom denkt iedereen dat ik niemand nodig heb. Insta, wat doet het nu met jou? Ja, weet je, ja. Voor mij hoeft dit gewoon allemaal niet zo. What the fuck? Serieus? Nou, doe jij eens even chill. Oké. Kan ik concluderen dat jij wat moeite hebt met perfectionisme? En dat jij niet weet hoe je haar moet steunen juist wanneer ze het nodig heeft? Oké. Even 5 minuutjes en dan weer verder. Ja? Ja. Ik heb dus gezien dat dit gewoon echt een amazing dakterras heeft met echt een fantastisch view en echt perfect licht. Fotootje?